Yo mensen van mijn kanaal, mijn naam is Finn en welkom terug bij een nieuwe horror video hier op mijn kanaal mensen. En vandaag zijn we in het spel Midnight Snack mensen. Het is een horror game. Ik heb hem gevonden op internet en ik dacht, hey, het is bijna Halloween. Ik dacht, ik ga gewoon wat ende spelletjes spelen. Ik had vorige week nog een livestream gedaan van Layers of Fear 2. Misschien dat we daar ook nog wel vervolg op gaan doen. Maar ja, we zijn al van mee. Ja, een kort horror spelletje, ongeveer rond de 10 minuten. Midnight Snack. Ja, het verhaal is, ja, het is niet echt heel bijzonder of zo. Ja, we spelen als een 12-jarig meisje. We zijn dus alleen thuis en dan ineens gebeurde rare dingen. Zoals daar zie je al een schimmetje. Dat is het verhaal eigenlijk. Dus niet heel veel duidelijkheid, maar we gaan gewoon playen. Okay, we gaan gewoon kijken wat het voorspel is. 12 am. Damn, I'm hungry. Time for my midnight snack. Ja. We zijn dus een 12-jarig meisje, we zijn dus alleen thuis en we gaan dus uit bed. Omdat we zin hebben in een spek. Wow, mijn sensitivity zit hoog. What the fuck, kan ik dat aanpassen? Wat heb ik gedaan? De game gecrashed. God, waarom staat mijn sensitivity zo hoog en loop ik zo fucking slow? Father, hey sweetie, when are you coming to visit me again? Everything okay in here? You know what happens to bad girls that don't answer the father, right? You blocked his contact. Okay dan. Haar ouders zijn er snel voor gescheiden. Dat is duidelijk. En haar vader probeert contact met haar te zoeken en zij heeft daar duidelijk geen zin in. Okay, hi honey, I had to go out. I know you always wake up at night to eat, so I have left food for you on the fridge. Oh, I didn't forget your smartphone problem. Soon we will fix it for you, right? The Wi-Fi password is 63. Ja, weet niet wat dat is. Een 4. Love you, mom. Als mijn ouders dat gewoon even doen als ik een midnight snack wil hebben, gewoon een snack om middernacht. Waarom waarom leggen ze dan niet eens voor mij klaar of zo? Als ik beneden om 2 uur naar de koekers ga, dan krijg ik een slipper voor mijn hoofd hoor, als ze wakker worden. Zo, die trap klaart, jongen. Oh god, wat is het voor muziekje? Waarom staat mijn sensitivity zo hoog? Waarom staat de tv aan? Echt. Zou het beter andersom kunnen? Nee, juist niet andersom. Maar zou het gewoon het normaal moeten doen? Dat is wel echt creepy trouwens. Oh! Epic match. Jee, het is op zich wel grappig gedaan. Het moet dus van de voetbal net het voorstellen. Het is tafelvoetbal. Oh, what the fuck. Ja, doe maar uit. Oké, tot zover de tv. Jee, wat is het donker hier. Ja, we gaan naar buiten. We gaan gewoon weg. Oh no, I have no body. We hebben geen lichaam, jongens. Kijk, we zijn onzichtbaar. Nee, maar. Oh. What the fuck? Kom, enige. Hallo? What the fuck, ouwe? Yeah! Put! God fucking kip! Lekker! En dan mag de ton ermee. Close the fridge. Hier komen jij. Waar moet ik het plaatsen? Gewoon op tafel. Oh, we gaan gewoon eten. Godverdomme, gewoon rauwe kip. Of tenminste, niet opgewarmde kip. Am. Jam. Jam. We eten het gewoon op met bord en al. Oké. Got some fuel in the tank. Ready to go to bed now. Okay. What the heck, man. Maar hier hebben we dus ook wat. Dus, oh mijn god, we zijn buiten, jongens. We zijn gewoon buiten. We kunnen gewoon weg. Oh! What the fuck? Okay. Naar buiten is geen goed idee. Kouwen. Ik schrik me helemaal de apenlazer. Halleluja. Oké. Okay. We gaan
Niet naar buiten. What the fuck, kou. Ik schrik me de aapblazen. Nou, we gaan gewoon weer... Ja, de vee, jij gaat uit. Uit. Food. Close the fridge. I'm going to eat. Yum 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 yum. Lekker, 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 lekker. Okay, guns of fuel to tank, ready to go bed now. Nee, we gaan niet naar boven. Oh. Dat ligt ook. Okay, red. Ren, ren, ren. Ga niet zo slow de shop. Oh, what the fuck? What? What the fuck? Wat is dit dan? Oh! 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 Ren! Ah. Ik zie niet eens wat ik gebeurt in die game. Ren! Oh, wat? Oh, god. Ja, ik weet het. Ik weet het echt niet. Is niet echt... Kutzooi, daarvoor was dus die wifi-wachtwoord ofzo. Wat verdomme. Oh, fuck. Andere kant op. Ren! Ren! Ren, voor je leven. We gaan het doen. 6, 3, 1, 4. 6, 3, 1, 4. Go, 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 go. 6. Ah, fuck. We gaan rijden. 3, 1, 4. Doe het. Wat? 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 Ah, fuck. Niet. Godverdomme. Take die chicken. Ga zitten. Ga vreten. Eet sneller, kut. Stel je voor, je bent 12 jaar en je gaat gewoon naar bed. En je vreet gewoon al die kip op. Ik zeg, als ik dat doe, ik krijg gewoon één dikke slipper op marges, jongen. Nee, ik zeg, oké, okay. 6, 3, 1, 4. Oh, okay. Oh, what the... What? What? Ik ben geglitcht. Oh, hi, buddy. Ik ben eruit geglitst. Ik heb het geglitst. Het is toch ongelooflijk wat ik zal net die gast doen. Voor mij ga ik erin. Bye, baby. Doei. Het is toch ongelooflijk. Ik glitch er gewoon uit. Nee, ik ben eruit. Nou, ren. Jezus, je bent een slow-mo, hoor. 6. Hij werkt gewoon niet. Ah. 1, 4 en dan ga ik het wel weer doen. 6, 1, 4. Hij gaat gewoon niet open. What the fuck, hij gaat gewoon niet open. Nee, niet de credits. Waarschijnlijk moest ik op E drukken. Oh!
Ja! 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 Ren! What the fuck? Wat gebeurt er? Het was een nachtmerrie. Oh, it was just a bad dream with my father. What the fuck? Dit is ook gewoon het einde. What? Please consider being an ex... Nee. Ik vond het een kutspel. Ga jullie niet supporten? Nee, even serieus mensen, ik vond het echt een teleurstellend spel. God, what the fuck? Je hebt zoveel potentie voor een Midnight Snack game. En heb je letterlijk het nachtmerrie? Oh, this does a bad dream with my father. Ja. Ja, het plot is duidelijk, maar ik vind het niet echt. Nee, echt een afklapper voor mij. Nou mensen, dit was Midnight Snack. Geweldig spel, zoals jullie zagen. Ik heb ervan genoten. Heel erg. Nou, volgende keer ga ik wel beter een hongerspelletje voor jullie zoeken. En dan hopelijk hebben we wel wat meer honger. Nou mensen, bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal als je het niet hebt gedaan. Reageer, laat een duim achter. En dan zie ik jullie de volgende keer terug mensen. Adios.